De Dag der Marrons is vanmorgen in klein verband gevierd, de Nieuw-Combe, met de traditionele pleinoffer. De stichting 10 oktober heeft deze activiteit georganiseerd in samenwerking met de Nationale Commissie Herdenking 10 oktober. Golo mama, golo tata. Da loko anko wata fifa mama ten. Ude libi libi samadibe waka itapu den di belo wegwe. Dit is de traditionele Toewata door enkele basha's en kaptings van morgen vroeg. Het is vandaag precies 260 jaar geleden dat de Marrons op 10 oktober 1760 met de toenmalige Nederlandse overheid een verdrag hebben getekend. Het verdrag hield in dat de Njuka, een in het oerwoud gevormde stam van Surinaamse Marrons, vrijheid verwierf. Volgens Wesley Misijan, voorzitter van de Nationale Commissie Herdenking 10 oktober, is vrijheid een belangrijke factor voor de mens. Vandaar dat wij als commissie voor dit jaar hebben gekozen vrijheid, participatie en integratie. Participatie omdat we in een multiculturele samenleving leven, waarbij we samen met de anderen moeten werken aan de opbouw van ons land en we moeten ook integreren in de samenleving. Vandaar het thema. Dus voor mij als Marron heel belangrijk deze dag. Priscilla Dousa zegt dat zij als Marron jongere voelt dat zij daadwerkelijk vrij is. Ze geeft aan dat deze traditie in leven gehouden moet worden door de Marron jongeren en dat zij zich moeten blijven scholen op elk gebied. Wees in een score moro, je moet stang leren. Want alleri die usabi a westerse leren de na score, maar de ego about ervaring, je kader verbreden, dat heeft te maken met je scholing, met wie je bemoeit, met wie je omgaat. Ik zeg het altijd, ino kan druk dai dong. Je mag jezelf zijn. Want als je jezelf bent, jij doet je best, maak je iedereen trots. Maar ino kan druk dai dong. Ongeacht bevolkingsgroep, moet je je uiterste best doen voor jezelf, zodat iedereen trots kan zijn en dat we samen een belangrijke bijdrage kunnen leveren, nationaal en internationaal. Leo Atomang, voorzitter van de stichting 10 oktober 1760, zegt dat het thema dit jaar is van strijd tot participatie en integratie. Dit thema past precies bij de gehele Marron gemeenschap vanaf de slaventijd, benadrukt Atomang. Als je kijkt naar Libi voor Abus Kondresma, dan ben je voor strijd, boentranga, voor draaikombaka, komoksi, nanga de wangsande na makandra. En ook toe voor bij Abano in de Morocco, samen bij Moussen Presi in Sernang. Daarmee bedoel dat je makkelijk die agroep die zich gaat scoren. Want je begrijpt dat je lekker boos kon remmen, ik moet in naar Boussi. Je kon, je redde uitspraken, apen horen in het bos thuis. En lonte de Djuka en al die soort situaties. Discriminatie in de klas, in de buurt, Yuna Djuka Boussim Tang. Dus het was vrij moeilijk voor deze groep, voor de Fenouan Presi in Asrana Libi Makandra. Leo Atoma, voorzitter van de stichting 10 oktober 1760 en daarvoor Priscilla Dousa. Zij spraken vanmorgen na de traditionele Toewata de Nieuw-Combe. Het is vandaag 260 jaar geleden dat de Marrons een verdrag tekenden met de Nederlandse regering.